We staan hier voor Zwembad de Eckerman, waar we Minet Lommers, directrice van Zwembad de Eckerman, gaan vragen om een update. Minet, de update. Nou, de update van het zwembad, we mogen blijven bestaan, maar daar is ondertussen iedereen van op de hoogte. 2 weken geleden ben ik bij de wethouder geweest om te kijken wat de werkwijze is nu richting het nieuwe zwembad. En dat is nog best wel een traject. Het is een miljoeneninvestering, dus dat betekent ook dat het echt Europees aanbesteed moet worden. Momenteel zijn ze bezig om te kijken welke marktpartijen er eventueel interesse hebben om het nieuwe zwembad gaan te bouwen. En ja, dat wordt eigenlijk het eerste traject. Daar proberen ze 10 marktpartijen om de tafel te hebben zitten. En in de loop van het jaar moet dat dan afgebouwd worden naar 5 en uiteindelijk 3. En uiteindelijk blijft er dan iemand over die het helemaal gaat doen. Die marktpartij die moet ook gewoon echt alles gaan regelen. Ze gaan dus niet apart een architect of een installateur gaan ze aantrekken. Maar gewoon 1 marktpartij die eigenlijk alles moet gaan doen. En wat staat er nog meer te gebeuren? Nou, er zijn nog meer dingen waar men rekening mee moet houden. Op het moment dat we gaan bouwen, dan moet er ook gekeken worden onder de bouwgrond, omdat er misschien archeologisch onderzoek gedaan moet worden. Want het schijnt Veldhoven nogal in trek te zijn met interessante dingen voor archeologen. Dus dat moet ook onderzocht worden. Tevens moet er ook gewoon naar de natuur gekeken worden. Het is al zo dat ze nu aan het tellen zijn hoeveel vleermuizen dat er rondvliegen. Dat zijn allemaal zaken waar ook rekening mee moet worden gehouden. Dus het is niet zo van, oké, we gaan de eerste steen al vastleggen en we zijn al aan het bouwen. Dus we blijven ook in het centrum van Veldhoven? Ja, we blijven inderdaad in het centrum. Daar staat in het plan wat goedgekeurd is, staat in de kaders dat we in het centrum van Veldhoven blijven. Dus dat betekent dat er ergens in het centrum wordt gebouwd. Waar precies, ja, daar zijn we eigenlijk nog niet achter en dat moet ook onderzocht worden. Dus in het traject met marktpartijen aan zoeken gaat ook bekeken worden van god, hoe gaan we nou eigenlijk die ruimte waar het zwembad moet komen, hoe gaan we dat opnieuw herstructureren? En ja, dat is dus ook een traject die schaduw loopt met het andere traject. Heb ik dan ook goed begrepen dat dit zwembad open blijft tot het nieuwe klaar is? Ja, dat heb je goed begrepen. Wij blijven dus geopend totdat het nieuwe zwembad klaar is. En dan kunnen we gewoon eigenlijk van de ene dag op de andere dag verhuizen. Dat is ook wat we met de werkgroep voor ogen hadden. Want ja, als we van tevoren dicht gaan, dan hebben we kans dat er gewoon heel veel mensen gaan verliezen. En ja, dat is niet de bedoeling. Dus iedereen kan gewoon lekker blijven zwemmen totdat het nieuwe zwembad geopend wordt. Dankjewel voor de update. Ja, graag gedaan. Wij zijn ook heel erg blij dat het nu eindelijk gaat beginnen en dat we ook door kunnen. Dus ja, we hebben eigenlijk al een hele maand zijn we al een beetje aan het feestvieren. Maar daarbij zijn we ook alweer druk bezig met nieuwe evenementen en activiteiten organiseren, zodat we de komende 4 jaar er vol tegenaan kunnen. Dankjewel. Graag gedaan.